Enig feestgedruis daar in Gent voor aanvang van de partij. De nieuwe tribune wordt voor het eerst opengesteld voor het publiek. Feestgedruis viel er op het terrein anders niet te beleven. Gent combineert wel niet onaardig, maar Luik speelt goed georganiseerd, risicoloos vooral. Met Vet hier met wat meeval toch nog bij de rover, diens schot gaat voorlangs. We zijn dan wel al 26e minuut. Luik verwacht alle heil van Victor Ikpiba, de enige man voorin. Niet onverdienstelijk Ikpiba, hij houdt de Gentse defensie hier aan de praat, maar echt gevaar gaat er niet van uit, zelfs niet als hij Milosevic deze bal voor de voeten schuift. 35e minuut. 1 minuut later zijn we aan de overzijde. Chris Porte pikt de bal goed mee. Wilmar kan niet Dirk Medved bereiken, dan maar naar links. Erik Fiscaal, doelman Agu, staat gepast in de weg. De gevaarlijkste actie van de eerste helft. Zo emotieloos als de eerste helft was, zo spetterend wordt de tweede. Doelman Agu stuurt een totaal ongevaarlijke bal op een weinig orthodoxe manier terug. De bal komt dan bij Gunter Schepens en die schiet laag in de verste hoek binnen. 1-0. We kijken nog eens hoe Schepens er eens in eentje de verdediging van Luik in de wind zet en de wedstrijd openbreekt. Gunter Schepens met een ideale entree in de wedstrijd, hij verving na de rust Chris Porte. In de 10e minuut profiteert Frank Douwen van het misverstand tussen Ikpiba en Milosevic. Douwen met de bal aan de haal, niemand bij Luik die hem dat belet. Hij mag zelfs totaal ongehinderd deze raket lanceren. Agu voelt de 2-0 voorbij suizen. Nog eens kijken naar de enorme lel van Douwen en de daaropvolgende frustratie van doelman Agu. Luik kan daar weinig tegenover plaatsen. Op het kwartier komen ze toch nog eens op de Gentse helft. De voorzet van Luc Hernes bezorgt Petri het enige werk van de avond. Want voor de rest is het inderdaad al Gent dat de klok slaat. Een bijzonder goed spelende Dirk Medved. Even Bart erover, maar dan toch zelf schieten. 3-0, met wat geluk weliswaar. Het zwakke schot van Medved ketst af op het been van Didier Quin en schuift zo toch voorbij Agu. 25 minuten ver als Alain de Nil deze verre voorzet aflevert richting Erik Fiscaal. De hoek is wel erg scherp, maar hij krijgt hem toch binnen. 4-0. Het sputterende FC Luik wordt nu overklast door de goed geoliede Gentse aanvalsmachine. Met hier als afwerker Erik Fiscaal. Het kan de interesse rond diens persoontje alleen maar doen toenemen. Te meer omdat hij ook bij de volgende actie van Gent weer wordt betrokken. De Luikse defensie is al lang het noorden kwijt, staat er maar wat bij. 5-0. Weer Erik Fiscaal. De typische kap-en-draaibeweging levert Erik Fiscaal zijn vierde doelpunt op van het seizoen. Zware, maar niet eens overdreven cijfers voor het zwalpende Luik. Bijna wordt het zelfs nog 6-0 als Mark van der Linden nog eens mag aantreden en dit schot aflevert. Maar het is mooi geweest voor Gent. Een schitterende tweede helft, 5-0 als resultaat. Misschien moet bij Luik Erik Gerrits nu toch maar weer zijn stuts uit de kast halen.